In verband met onze kerstserie zijn wij vandaag de straat opgegaan om de kerststemming te peilen. Helaas is niet een ieder dit jaar in de sfeer. Dit blijkt uit de reacties van enkele burgers die onze redactie in de stad heeft geïnterviewd. Het verslag komt van Chanel het Zand. Nou, alles is zo duur geworden. Tegenwoordig. Zelf de banken maken fouten. Want als je nu met je pinpas wat gaat kopen in de winkel, en dan zie je het verschil op je rekening. En dan moet je telkens bij de bank om een terugdraaien te krijgen. Dus je bent dit jaar ook niet in de kerststemming? Helemaal niet. Nee, niet helemaal hoor. Waarom niet? Er valt niets te vieren eigenlijk hoor. Wat bedoelt u daarmee? Alles in het land draait niet goed, vind ik. Dus voor mij geen kerst hoor. Nee, niet zo erg. Niet zo erg. Waarom niet? Omdat soms, je weet, niet altijd gaat het als plan. Dan gaat, iets komt om het te verpesten. Niet altijd gaat het als plan. Wat bijvoorbeeld? Zie je, de prijs nu is de prijs. Alles wordt duur. Alles is echt zo duur nu. Om iets te kopen is het echt duur. En ik weet niet, het gaat niet als vroeger. Altijd, alles is zo duur. Om iets te kopen nu is het zo duur. Ik ben altijd in het kerststemming hoor. Maakt niet echt uit. Sommige mensen zeggen het gaat niet zo goed in het land. Dus dan zijn ze zo een beetje gedemotiveerd. Maar bij mij is het niet zo hoor. Kerst betekent gewoon familie voor mij. Dus gewoon met mijn familie gewoon samen zijn. Leuke dingen doen, ja. Niet echt, maar families bijeenkomen vind ik altijd leuk. En u zegt dus dat u niet echt in de kerststemming bent. Waarom niet? Nou, COVID, van alles. Het werk ook. En weet je, een heleboel dingen. Staan dus in de weg om echt te genieten ervan. Ja, dat was mijn planning. Maar ja, we gaan het moeten nemen zoals het is.